Erwin Hiemer was een held. In de jaren 50 begon hij met kamperen, terwijl eigenlijk niemand daar nog aan dacht. We zijn nu in het Hiemer Museum en dit jaar bestaat de Eribad Touring 60 jaar. En hier is het allemaal mee begonnen. In 1957 tekende Erwin Hiemer deze caravan. En in 1958 ging hij in serieproductie. Best heel bijzonder. 3,30 meter lang, 1,60 meter breed en 1,80 meter hoog. En kenmerkend is dat hefdak met dat tendoek. Nou, en hier zie je die Eribad Touring, het geraamte. Zo worden ze nog steeds gemaakt met stalen bindjes. Het geeft die caravan stijfheid. En hier heb je een van de eerste, ook dat stalen geraamte, aluminiumplaat aan de buitenkant, isolatielagen tussen en triplex aan de binnenkant. En weet je, zo worden ze nog steeds gemaakt. En die 60 jaar oude Eribad, die is eigenlijk geen moment uit het programma geweest. Sterker nog, hij is eigenlijk onveranderd. Hoewel. Dit is dus het jubileummodel. 60 jaar Eribad vieren ze met deze Touring. Hij heeft een vastbed, een keuken met een driepits kookplaat. En wat heel bijzonder is, is de meubelkleur, heel erg licht. En de hoogglanswitte kastjes. Dat geeft die oude Eribad toch een heel modern karakter. Leuk aan deze wagen is ook dat hij een tweepersoons zitje heeft. En daar kun je met heel veel gemak een stapelbedje van maken voor de kinderen. En vergeet ook toilet en een wascabine niet. En zo kan die Eribad Touring nog wel 60 jaar mee.